B&B De Overnachting is gelegen in het pittoreske dorpje Schakelbrug. Het is gelegen aan een mooie grote sloot in de Zijpe en grenst aan de westkant van de prachtige West-Friese Omringdijk. Toch is het dorp nog maar 400 jaar oud. Schakelbrug is vlak na de droogmaking van de Zijpe in 1597 ontstaan. De kern van toen begon bij het kruispunt van de Grote Sloot en de Schagerweg. In 1708 stonden er 39 huizen in het dorp. De voormalige smederij, waar nu Bed & Breakfast De Overnachting is gevestigd, behoorde tot de eerste bewoning van Schagerbrug. De Zijpe was van de 12e tot in de 16e eeuw een veelal drooggevallen brede inham van de Noordzee. Het Zijperwad. De Zijpe is drooggelegd omdat hij bij storm een der grootste bedreigingen voor de West-Friese Omringdijk vormde. Het was dus in eerste instantie geen kwestie van landwinning, maar bescherming van het achterliggende land. Jan van Skorrel, bij de meesten van u bekend als kunstschilder, was ook uitvinder en hij kreeg een keizerlijk octrooi van Karel V om de Zijpe te bedijken. Van Skorrel had behalve de baggermolen ook cement uitgevonden. En dat kon goed gebruikt worden om de voet van de dijk onder de waterspiegel met stenen te versterken. Na de bedijking van de Zijpe in 1597 veranderde de West-Friese zeedijk ten oosten van Schakelbrug van zeedijk naar binnendijk.